guys, welcome back to my channel. Sorry, ik ben een beetje ziek. Ik was 2 weken ziek. Ik ben voor het eerst zo lang ziek geweest. Ik ben nog een beetje hoesten. En vandaar mijn stem ook zo is. Hè. Maar ik wil me diepste verontschuldigingen aanbieden voor het niet posten van video's like for 5 months long. Mijn verontschuldigingen daarvoor. I know, ik had het echt druk. Ik had een heleboel aan mijn hoofd en een heleboel dingen, maar echt. Jullie weten dat als ik niet post, ik het echt druk heb en zo, dat er iets, sowieso iets is. En als ik post, dan weet je, heb ik tijd. Bye. En dan heb ik wat meer tijd en kan ik posten en al die dingen, you know. En ik heb content. Nu heb ik ook genoeg content. Alleen deze video. Deze video. Ga maar rustig praten. Deze video is nog van toen ik terugkwam uit Malaga. Het is like zo lang geleden, I know. Maar ik moest het even op, ik moet het nog posten. Dat het, weet je, in een goede reeks is. Dat het, weet je, dat dat klopt, snap je? Ja, ik moest even een beetje water drinken. Maar ja, dat het klopt, snap je? Dat het niet gewoon broeia-broeia is. Dus, nu post ik nog die van Malaga toen ik terugkwam. En dan nog eentje, misschien hoor. Kijk, misschien. En dan toen ik naar Suriname. Ik was naar Suriname, ik was naar LA. Ik ben nu terug. Een heleboel. En sommige video's, sommige vlogs zijn saai. Ik geef zelf toe. Maar sommige zijn weer leuk, snap je? En sommige doe ik niet echt iets, you know. It's just vlogging around, showing you guys, weet je. Ik zag, hè? Die zag ik de hele tijd, weet je. Ik moet normaal praten. Oh ja, kijk, ik heb mijn haar ook geknipt, zoals jullie kunnen zien. Het is kort, maar nog steeds ben ik mooi, dus ja. Maar dat wil ik even meer. Dit is echt lastig. Beter jullie voor me dat ik dat deze hoest echt stop, want dat, ik kan nauwelijks praten. En mijn verontschuldigingen nogmaals. Vergeef me en ik hoop dat het niet meer gaat gebeuren. Nu ga ik weer optimaal posten en veel mensen vroegen me, ja, wanneer post je weer een video? Ja, ik zeg telkens soon, maar nu is het wel echt. De tijd is aangebroken. Ja, echt. Ik ga mijn best harder doen en het komt helemaal goed. Dat beloof ik jullie, ja. I promise you guys. So, kijk ze naar deze vlog. Is best wel een beetje lang. Maar, bye bye. Oh ja, en vergeet me niet te supporten. Share mijn video's. Zeg jouw vrienden. Zeg, comment onder ze. Like ze. Dislike niet. Kijk, sommige mensen zeggen, je video is saai. Ik wil altijd ga je haters hebben, you know. Maar ja. Boy, dit is echt lastig, hè. Maar ja, dat wil ik even zeggen. Dat schatjes van me. Ik heb jullie echt gemist. En ik hou ontzettend veel van jullie, ja. Luister naar mijn stem. Is een beetje vroes toe. Maar het komt helemaal goed. Zoals ik jullie al heb gezegd. En vergeet niet to always be yourself. En dat alles kan in het leven. You know, like mijn favoriete vers zeg in de Bijbel. You can do all things through Christ who strengthens you. Bye bye. Oh ja, dat is Filippenzen 4. Vers 13. Bye bye. Good morning, guys. It's the day dat ik weer Malaga moet verlaten. Dus, I'm going to check out right now and it was a pleasure in this hotel. This beautiful, nice, awesome hotel. So, even uitchecken en ik spreek jullie zo. Now, I'm outside. Kijk, weer een van die katten. Tjoe. Jeetje. Doei. Oh. Man. Maar is weer frisjes. Maar ik ga even uitchecken, you know. En ik kon geen gebruik maken van die pool. Ik heb speciaal een hotel geboekt om te kunnen zwemmen. Maar goed. Laat dat, joh.
Gado gaat me weer blessen met het geld. Adios, adios. Adios. Finito? Si. Oké, buen viaje. Gracias. Bye-bye. Adios. Adios, buen viaje. Hey. Oh? Buen viaje. Buen viaje. Oh, die klaartas. Adios. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Jij blijft de hele tijd kraaien als een gek. Jeetje man, kan niet eens slapen. Adios. Now we're going to take... Nee. We're going to search for the train. And then when we found it, we're going to jump in it. And then we're going to the airport. Oh. Adios, Elmar. La mar, Elmar. Laten we even naar daar gaan, dan komen we terug. Om even te voeten. Kom dan. Malaga. 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 Hele tijd zegt hij Malaga. Malaga is Malaga. Nou, ik ben net in Hollands, hè. Dus dan moet ik Hollands, Spaans praten. Nou. Nou. Dat is Malaga. Kijk daar, joh, kijk daar de beat. Kijk, iemand is aan het surfen daar, joh. Kijk, groen. Kom, loop eens. Kijk daar, joh. Geweldig mooi. Echt, als ik een huis hier kon kopen, hey, dan zou ik hier blijven. Ik heb niets meer te zoeken. Als er nu... Kijk daar. Ik heb alleen maar een waterscooter nodig, een bootje. Ben ik aan het varen, joh! Het is mooi Linda, man. Kijk hier! Weet je wat ze hebben gezegd? Een appartement hier kost 92.000 euro. Ik ga het komen kopen! Ja toch? Praat als een Surinamer nu. Maar wat is er aan Suriname te doen? Gewoon, praat als een Surinamer. Ik praat als een Surinamer. Nee, je praat als een Hollander. Het kost 92.000. Oh, nu praat je als een Suriname. Ja, joh! Wauw! Un castelo, hè? Un castelo, muy... Una corazón para ti. Muy bueno. Ok, nosotros se caminamos en la playa del Benalmadena. Pero nosotros no sabemos dónde nos vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es Será. Será. Natuurlijk weet ik Spaans hoor. Tiene no cucaracha en la cabeza. Tu tiene tu tus. Yo tengo. Yo tengo. Yo no tengo la cucaracha en la cabeza. Porque tú es un cucaracha. Un full cucaracha. Jij bent een cucaracha. Jij bent een kakkerlak. Tu es ratoncito. Tu es ratoncito. Da, ratoncita, ik ben een meisje. Oh, ratoncito. Nee, dat verbeter ik je ook nog. Dijfu de. 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 Kijk, mijn neef zegt, ik vroeg hem als hij zeker weet waar we gaan. Maar hij zegt, ja, we moeten lopen zo. Op de montagne gaan. Oh. En daar weer zakken. En naar rechts en daar weer naar links. En daar is de trein. Boy. Ja, die gaat, ik wacht wel op je. Ja? Mira, soy en una supermercado.
Mira, una supermercado. Het lijkt op Jumbo van NL. Nou, die mensen kijken zo, maar minespan. Hier hebben ze brood zonder kors, hè. Brood zonder kors. Blanke sin cor. Deze. Zonder kors. Ik zou deze broodjes elke dag kopen. Sin cor. Heb je iets gevonden? Ik ben aan het prijsje vergelijken. Maar deze is een grotere supermarkt, daarom denk ik dat dingen goedkoper zijn. En er is Rabajo. Rabajo. En die man zegt dat ze zo groot. Oké, maar kijk, misschien kan NL een voorbeeld nemen. Like, er is zoveel keuze, hè. Zoveel keus. Zoveel keus, hier ook. Zoveel keus. Albert Heijn, hè? Albert Heijn kan echt een voorbeeld nemen. Zoveel keus. En hier ook. Weer zoveel keus. Zoveel keus. Als je niet weet wat je moet eten, weet ik het niet meer als je hierin. Als je toch niet weet als je hieruit gaat. Boei. Mira, we moeten. Ja, maar in Italië, in Como. Ik wil niet weten hoe het gaat. Ja, zo goed. In Como. Maar even, we moeten even wat zeggen. We moeten helemaal de heel op en mijn tas is zo zwaar en. Hoi. Nou, ik heb geen moeite meer, hoor. Maar ik zeg alleen, wie heeft bedacht dat die trein daarboven moet zijn? Huh? Voor zo'n constructie van dit alles konden ze die trein toch downhill hebben gezet. Maar ja, maar ik zei er, in Como hebben ze de trein helemaal bovenop gezet. En dan moet je helemaal naar beneden lopen om naar de dingen te gaan. Hoor je? Naar de lake. Ja. Kijk hoe ze nou lopen. Como. We are bijna, we can do this, we can do this. Kijk hoe ver we al hebben gelopen. Het is niet eens ver. Kijk aan die kant, joh. Oh. Up and we go, up we go, up and we go, up we go. Hey, kan iemand ons een lift geven of zo? Wat is dat voor kabelbaan? Hoe is dat? Voor 2 euro. Nou, laten we gaan dan. Ja, kom, laten we. Nee, wat is helemaal beneden? Kom! Ik wil gaan. Ik ga het niet laten zeggen. Ja. Maar dat je weet dat ik het zou willen doen. You got this! Ja, nog een beetje. Hup. Hey, ik ruik echt lekker, man. Ik heb net parfum gespoten in die supermarkt. Hey, ik ben echt moe, man. Ik kijk hoe ver ik al heb gelopen. Helemaal daaronder. Tjaka zo. Boy, en dan gaan we nog steeds meer naar boven. Ah, I'm so tired, man. Ik hou niet van dit. Ik ben moe. Ah, we are here. Oei, mijn voeten. Oh, nog meer naar boven. Ai, boy. Nou, we gaan de goede kant. Wat? Ja, muy delicioso. Maar we gaan de goede kant op. Ik heb net gevraagd. Donde está el aeropuerto? El tren para el aeropuerto. En ella dice. Cana. Derecho, cana. Ella, él es. Daar is tren. Hey God. Ik denk dat dit het is. Het is een beetje raar, maar. Oeh, kijk het. Oei, kijk. Er is een kerk daar. Maar het is een lijk, het is gewoon een begrafenis. Iemand is dood. Maar daar is mijn neef zomaar daar naar binnen gegaan. Mijn neef is zomaar naar binnen gegaan. Hij gaat de kaars aanzetten, zei hij. Boy. Ah, boy, die is jong. We zijn bij de train station, guys. We made it. Adios. Oké, hey guys, hier kost de trein zo goedkoop, hè? Watch. Cancel. Cancelaar. Kijk, boy, waar heeft die man gedrukt?
single ticket, kijk, single ticket. En dan no. En dan gaan we naar Plaza de Mayor. Wacht hier. Waar is dat in? Plaza Mayor. Maar we moeten eens één halte voor aan Roberto. Dus we gaan eerst naar hier om even te eten. En dan kijk, 1,80 voor één persoon. Boy. In Nederland zal dit nooit zo zijn, maar 1,80. Boy. In Nederland zal het al 10 euro of zo zijn. Jeetje, man. Kanselaar. Boy. Kijk dat kaartje. Ga het zetten. Aki. Gracias. Adios. Adios, Benavel. Hoe heet dat? Bena. Benavel, Amida, weet ik veel. Mira. Boy, Malaga, Maria, bla bla bla. Adios. Kijk, el tren estoy aquí. En precies hier stopt het ook. Nosotros estamos aquí. Hier con nosotros. Daarnet hebben we een mooie dame gezien, joh. Ik heb gezegd, tu es muy bonita. Ze smilde en ze zei, gracias, gracias. Ik heb een kusje voor je, joh. Die dames zijn hier extra mooi. Anyway, we zijn nu hier met Plaza Mayor. Estamos in Plaza Mayor. Umira. En je hoeft niet uit te checken. Dus we kunnen gewoon met onze kaartje weer komen hier naar hier. De Plaza Mayor. En nosotros aquí es un mall. Sí, media markt daar. Una mall. Mooi, hey, zo mooi. Kijk, we zijn bij Taco Bell. Kijk, ik zei die man nog S-I-S-S-I, maar toch werd hij S-I-S-I, maar goed. Taco Bell. Mira mi burrito. Y tú? Hoe heet het alweer, Fred? Muy delicioso. Hey guys, die sinaasappels. Naranja. Kijk. Kijk waar we gaan. Kijk, kijk, kijk. Mijn winkel, mijn merk. Nike. Next. Eindelijk mijn cadeau. Jawel. Eindelijk mijn cadeau. Zeker hoor. Kom, laten we gaan. Kijk, Mediamarkt. Alles is hier. Snipes is aan die kant. Zara aan die kant. H&M aan die kant. Alles is hier, Jigal. Wat doe je alweer? Kijk, we zijn in een Nike shop. And she's choosing something. Look, they say it is like, zoom in, half price, 50% off. So she's like on a shopping spree with a bag that is already filled up to the zipper. Nike shop. She chose one. Oh, see you later, guys. Hey, ik heb mijn. Weet je? Mijn Nike pak gekocht. Mooi bonita. Hopelijk. Want mijn tas is chockvol. Hopelijk zeggen ze niet dat ik die tas in mijn tas moet zetten. Anders heb ik een groot probleem. En dan zet ik het aan jou. Ja, dat is een wat in mijn tas gaat. Ja, we pushen het erin. Hey, doei. Kans het terrein is er, hè. Maar kijk, er is maar één spoor. En vorig zo net kwam er het terrein van die kant uit naar hier. Dus lijkt ze komen van die kant uit naar hier en deze kant naar daar. Boy. Wat we gaan nu? Nu gaan we naar de aeropuerto. Because het is al, hoe laat is het? Even kijken hoor. Het is 14:10. En sinds 12:30 moesten we op de airport zijn. Want 15:30 vertrekt onze trein. Onze vlucht bedoel ik. Maar goed. De trein van binnen eruit ziet hier.
daar ook. Zo mooi. En dan kan je zo naar buiten kijken hier. IKEA! Look at this, guys. We are here. See Salida's departure. Let's see. Which gate? CC en mensen, dit is zo gek. Kijk hier. Het vliegtuig vertrekt om 15:25. Gate close at 14:55. Maar de gate gaat pas getoond worden op het scherm op 14:30. Dus je hebt maar 15 minuten. Om te lopen naar de gate. Ja, precies. Van hier naar de gate. Zo waar gek. Is die gate? Weet God alleen. Is zo nep, ja. Jeetje. En, nee, hier. En dan nog erbij. Wij gaan net door de security daar. En dan nemen ze al mijn spray, mijn doorspray, oxelstiek, een klein flesje haardingen, mijn veil. Ik weet veil kan niet, maar ik ben helemaal vergeten dat het in mijn tas is. Maar ik ben ermee gekomen van Amsterdam naar hier. En niemand heeft mijn dingen genomen. Ik heb zelf met een pakje yoghurtjuice gekomen. Ze hebben het niet genomen, want Ryanair geef geen eten, geen drinken in het vliegtuig. Dus ik dacht van, ik zet weer. Ik heb weer speciaal pakjes juice gekocht om in mijn tas te zetten. En daar hebben ze alles weggegooid. 3 pakken hebben ze weggegooid, jiggel. Mijn veil, mijn haardingen. Nog iets anders, ik weet niet eens meer wat. Jeetje. Weet je hoeveel geld dat is? Hoe geld vergooien, man. Moet je ook naar Amsterdam? Stappen wij al in. Kom genieten. Eindelijk. Eindelijk, G. Kijk, Ryanair is daar. Je ziet. Zo. De zon schijnt niet. De zon schijnt niet. Aanrijding. Psycho. Kijk wat daar staat. Aeropuerto Malaga Costa del Sol. Koud. Maar I'm home, sweet home. Nee, eigenlijk moet ik dit niet zeggen, alleen als ik in Suriname ben, maar goed. Het was a pleasure flying with you, Ryanair. Maar ik heb geslapen. Jesus, ja. Hoi. We are what? Back home, we are home again. Ja, we zijn er. Oh! Wat oh. Oké, maar ik sluit mijn vlog hier af. Ja, bedankt voor het kijken. Het was weer gezellig. Toch, Sissy? Helemaal. Blijven jullie kijken en vertel je vrienden over Sissy Spong. Laten ze liken en sharen. En tot de volgende avontuur. Adios. Adios.